Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van de Pokémon Monotype Generations. Ik ga verder met Persona. Milan is weer helemaal up-to-date en gaat verder met Gym 8. Steamed. En Ham gaat naar Gym 3 nu in. Ja, okay. Echt letterlijk nu. Let's go. Dus. Jij was iets aan het luisteren net. Was je met je bezig met je Harry Potter boekie? Wie ik? Nee. Oh, was nieuws. Ik was op TikTok bezig. Oh, oké. Okay. Maar ik heb wel de afgelopen anderhalf week heb ik de Barbieheimer Madness gezien. Nou, hoe was die? Nou, ik ben vandaag de Barbie geweest. Het is Crisis the Motherfucker. Mm-hmm. Zaten er wel goede grappen in. En Oppenheimer is zijn meesterwerk. Echt, die film is zo bizar. En wat er gezegd wordt... Ja, je moet hem in IMAX zien. Mijn god. Cillian Murphy is echt... Als die in februari of maart... Of weet ik veel wanneer die geile Oscars zijn... Die geen Oscar wint, weet ik het ook niet meer. Dan noem ik de Oscars echt Rick. Dat is het al, maar... Dan helemaal... Hij is, nee, ik hoop het voor hem. Die rol is zo op hem geschreven. Echt niet te filmen. Hm. Oh ja. Nou, ik hoop het voor hem. Ja, dat doe ik dan wel even. Maar ja, voor de rest, kijk je naar alle strikes die bezig zijn. De acteurs die op staking zijn. Denk ik ook niet dat er heel veel andere films... Nee, je krijgt zo meteen een droogte. Daar word je eng van. Hm. Ja, ik volg dat gedoe altijd nooit, zeg maar. Dat nou, ik lees het nieuws. Maar waarom zijn ze nou weer aan het strijken dan? Omdat ze willen dat elke acteur equally paid krijgt en ook de staff eromheen. Voornamelijk de staff. Ja. Ik wou net zeggen, het zou niet echt eerlijk zijn als de hoofdrolspeler net zoveel krijgt als iemand die maar een bijrol heeft. Nou ja, als je natuurlijk naar de cast van Oppenheimer krijgt, dan zou je elke bijspeler ook een hoofdrolspeler kunnen noemen. Ja, kunnen noemen. Ja. Nou ja, Robert Downey Jr. is normaal een hoofdrolspeler, is nu een bijcharacter. Emily Blunt ja, is okay, wel een hoofdrolspeler. Die is normaal een hoofdrolspeler, maar nu is het een bijcharacter. Dus dan krijg je voor als bijrol betaald. Ja, het ligt er net even aan. Het is wel heel bijzonder om... ik weet niet of jullie nog Josh Peck van Dragon Josh kennen? Ja, natuurlijk. Ja. Die speelt dus een dermate rol in Oppenheimer. Dat is echt bizar. Hm. Echt maf. Nee, echt. Het enige wat ik zeg, als je van een goed verhaal en heel erg cinematisch houdt, dan moet je Oppenheimer echt kijken. Zo fucking nice. Oké. Okay. Het duurt alleen 3 uur en 9 seconden, maar... Nou, ik heb Avatar Way of Water gezien, die duurt langer. Nee, die duurt niet langer. Nee, doet Avatar Way of Water niet langer? Nou, even kijken. Volgens mij duurt het 3 uur en x aantal minuten. Ik ga het gelijk opzoeken. Avatar Way of Water Length. Wada. Oh ja, 3 uur 12. Nou, zie je. Ja, maar die is ook, dat is ook een fantastisch goede film. Het is bijna een kopie van film 1, maar het is wel een goede film. Ja, klopt. Maar ja... Ik kreeg laatst de vraag, oh, oké, dus deel 3 komt eind dit jaar uit? Nee, we dachten van 2025. Doe er nog maar een jaar bij. Dat is 26. Het laatste avonddeel, after deel 5, komt op 2 december 2031 uit. Dan ben ik 32. Voel je jou oud? Nou ja, vooral het gedeelte van voel je oud is het geval tot die eerste film in 2009 uitkwam. Toen was ik 12. Dat ja. Er zit dus 19 jaar tussen. Tussen het eerste en het laatste deel. En dan dachten we dat Harry Potter veel tijd in beslag kwam. Maar dit is wel echt next level. Dus zouden ze die tegen die tijd over de helft zijn van die Harry Potter serie? Nou, het schijnt dat die 10 jaar moet gaan duren. Dus waarschijnlijk. 24, 34, ja. Oh, jouw mic staat trouwens echt tand toe hard. Of je zit fucking dicht bij je mic. Oh. Nou, dan staan we iets verder vanaf. Huppakee. Dat is wel beter, want voor mijn gevoel was je bijna aan het spiken.
Ik weet dat je niet meer je recording aan hebt staan, maar toch. Nee, oké, okay, prima. Nee, dan doe ik wat verder vanaf. Hij is sowieso een beetje van streek afgelopen periode. Ik haal hem over de WRN, ik doe wat andere settings, maar hij raakt aardig over streek. Ja, vind ik gek. Hoe oud het ding is. Dus het ding is 10 jaar nu. Wat hij nog doet, vind ik al een godsgospe. Nou ja, ik heb Milan niet horen klagen tijdens de Kirby-sessie, dus... Nee, maar daar heb ik het ook niet echt teruggehoord, behalve toen het al opgenomen was. Dus. Nee, klopt. Bubble Beam en dood. Bubble Beam en dood? Ja. Oh. Ja, maar krijgt... Zoomeril is bijna level 41. Jezus. Weet je wat de quality of life improvement is? Nou... De achtste gym in Black and White 2. Ja, hè? Ik vind die puzzel in de oorspronkelijke wel leuker, maar ik snap wel wat je bedoelt. Black 2, White 2 gaat wel rappen. Ja, precies. Wat duurt dit fucking lang, zeg. Als je dingen kon skippen, had je het gedaan. Precies. Het is dat er geen cutscene skip in deze game zit. Maar je zou het bijna doen. Ik heb echt zin om Gen 6 te spelen. Ik hou van Gen 6. Ja, lekker zitten we de hele zaak. Ja. 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 Maar ik weet niet of ik dat vandaag ga halen. Nou. Victor, het ligt eraan wat je level is. Als je sterkste level 50 plus is, dan red je het wel. Als ze niet 50 zijn, good luck with it. Nou, dan kan het ook wel, maar dan kost het wat meer items. Dan hoop ik dat je goede tegenmoves hebt tegen hun. Alright. Ik weet het antwoord denk ik al, maar ik ga het toch vragen. Nou. Kan ik ook nog makkelijk terug en dat ik dan in één keer door kan lopen straks, zeg maar? Of zit dat er niet nee. in? Nee. Dat zit er niet in. Ja, je mag dus, het nu officieel helemaal aids noemen. Ik hou me er nog even in. Ik bewaar het nog even voor als het echt nodig is straks. Oh, dat krijg je zo meteen wanneer je het weer tegen Sharon mag. Nee. Je klinkt nog steeds overstuur, maar dat kan allemaal liggen. Nee, hij piekt niet. Zat je gain uit? De gain staat letterlijk op het laagste wat er is, dus ja. Heb je hem nu aangepast? Nu klinkt hij goed. Is beter nu. Oh. Ja, het is echt beter. Ja, veel beter. Ik word een soort geinig, maar dat is ook nieuw voor mij. Geinig, want ik deed niks. Okay. Oh, nee, ik hoor echt wel heel duidelijk. Wij zijn allebei tegelijk van Epi, wat veranderd. Ja, nee, ja, wat veranderd. Dat is heel erg mooi. Als ik niks doe en het is opeens goed. Ja. Dat zijn de heerlijkste dingen met dingen die malfunctionen. Joh, bij mij is het 9 van de 10 keer tot de kabel er net niet lekker in zit. Zit je te godver, waarom doet hij het nou niet? Ja, steekt de kabel een klein stukje uit. Ja, godverdomme. Altijd een gezeik. Azumarill level 41. Lekker bezig. Nou ja, gym 3 is geen probleem, gym 4. Deze game wordt echt geen probleem voor me. Ik krijg hierna surf. Ja. Nou, dan wordt het toch helemaal een joke? Nou ja, volgende gym is gas. Ja, dus? En? Gym daarna is electric. Ja, dus en? En daarna gaat het weer rap. Ik ben level 41. Ja. Tegen die tijd ben ik level 65 waarschijnlijk. Probably. Frowet level 30. Dedede level 27. Ik maak me echt niet druk hoor. Nee, oké. Okay. Om die shiny stone te halen in de Skiddo farm. Ja, weet ik. Ik wil alleen even kijken waar Klefki kan vangen, want dat ben ik alweer vergeten. Even kijken. Route 15 of 16? Oh, dat is pas na de Ferry Gym, dat is pas na Gym 6. Nou prima, als je level 30 plus, dat is wel lekker. Nou, de badge is binnen. Power Punch. Ik ga jou echt nooit meer inhalen. Tuurlijk wel. Dit is pas de derde sessie toch in de game zit. Pas de derde sessie. Dat betekent dus dat ik 3 sessies achterloop. Minstens. 4 straks.
Ja, ja. Nou, jij ik weet niet hoe goed... Ik ken heel Ultra Sun en Moon ken ik niet uit mijn hoofd, hoor. Nou, maar ik ook niet. Die heb ik nog niet zo heel vaak gespeeld. Ah. Nou ja, dat, ten eerste, dat heb je ten tweede. Een ik heb een wat... type die echt kut is bij mij, hoor. Trouwens. Ja, nou en Milan ook. Milan heeft Burk. Ja, Milan heeft Burk. Ja, dat is misschien nog erger. Ja, ik heb het hele eerste eiland. Een Pokémon die waarbij ik waarschijnlijk fuck ben. Want die guy, die eerste guy van die om naar het volgende eiland te gaan staan, die heeft fighting moves. Lekker met een staalmon. Mm-hmm. Ja, dat wordt wel een ding. Nu al zin in. Ja. Oh, dan moet ik eerst naar die geile kuttoren om de Mega Evolution te gaan fixen. Yep. Nee, Milan, het enige voordeel wat jij hebt is dat jij heel snel naar Gym 2 kan gaan. In Gen 6? Ja, in Gen 6, ja. Nou, je hebt wel een van de beste bug Pokémon's ooit kan je gebruiken in die game. Golisopod. Nee, Vikavolt. Nou, okay. Ja, maar die is super traag. Oh, ik vind het fantastisch. Milan, welkom in Alola, waar alles traag is. Ja, dat weet ik, maar dan is hij alsnog super traag. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Zit je nog in de gym? Ja. Yeah. Ik weet gewoon niet waar ik naartoe moet. In principe is het gewoon... Op een gegeven moment moet je echt bijna helemaal terug. Ja. In principe moet je eigenlijk gewoon recht toe, recht aan blijven lopen. Even kijken. Want waar sta je nu in de gym? Helemaal links, helemaal rechts? Ja, ik volg wel gewoon elke keer als er wat beweegt, ga ik die kant wel op. Mm. Overigens, wat duurt dat lang als die hoofden zich bewegen, zeggen? Jezus. Ja, dat is lang, hè? Lekker, hè? Godverdomme. Badadada. Ik wil nog een keer met dat mens praten, wat een gezeik. Ja. Een gezeik het is. En she's gone. Where the fuck is Corina? Corina is helemaal boven. En we konden niet in langs, de vent hield me tegen. Heb je de badge? Ja. Nou, dan kan je er gewoon langs. Nou, ik word gek hoor. Nee, ben je al dus in dat opzicht... Ja, nu laat hij me er wel langs. Wat een geezer is dit, zeg. Helemaal een geezer. Hier, nu loop ik toch weer rondjes. Op geen rondjes. Alles is een rondje, Milan. Ah, echt geen zin in deze battle. Wacht, ben je verplicht te Mega Evolven? Nee. Moet je de battle winnen? Jazeker. Nee. Top. Je hoeft hem ook niet te winnen. Je kan hem gewoon laten voor wat is. Harm, ik heb de Mega Ring. Jezus, wat ga je snel. Nee, het is Gym 3, dat valt nog mee. Jordi, nogmaals, Zoom Rails level 41. Ja. 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 Het is een joke, man, dit. Tot nu toe. Een joker. Ja, maar zo loop ik toch weer terug. Ik weet toevallig dat ik ook op zit te kut in die gym. Ik heb nog nooit zo lang over een gym gedaan, behalve misschien met battle. Oh, je wil niet weten hoe graag ik nu mijn Mega Evolution wil drukken. Oh mijn god. Oh mijn god. Doordat die Mega Evolve lekt ik mijn game. Uh-oh. Nice. 0 FPS. Nice. Lekker bezig. Nou, zo kan je, Milan, zo kan je winnen. Zo, mijn Lucario is dood. Top show. Oh my god, je moet winnen. Oh.
Oh. Nu gaan we niet vertellen dat ik moet mechavolven hier hoor. Nou ja, dan ben je wel makkelijk. Ja, maar ik mag niet mechavolven. Voor die fight, dat mag gewoon. Ja, zegt hij nu. Het is gewoon insta-kill anders. Ja, nou als het niet anders is. Ja, derde keer. Nou, ik doe het druk maar gewoon een keer op Back Evolution. Doei. Ik blijf steeds van alles Mega Evolution het vetste vinden. Qua design, ja. Fuxi moves. Wat was de Gen 8 ook weer? Terra? Nee, Dynamax. Dynamax en Gigantamax. Is er ook nergens op. En Terra Crystals was Gen 9. Dus dat... Ben ik nou weer dood? Ben weer dood. Nice. Het schiet niet op. Ik doe power punch. Oh. Alleen nu omdat ik gemerkt heb of dat gaan we wel door. Ah, oké. Okay. Ja joh, ik neem Lucario wel, maar fuck off met dat ding. En die rekt de box in. Mooi. Hadden jullie nog iets meegekregen van die Pikmin 4 of helemaal niet? Fuck Pikmin. Nee. Ik, ja, precies. Echt, dit heeft me echt gereed. Ik hoop dat hij flopt. Nou, dat denk ik niet. Ik vind zo'n grafgames. Want het is eindelijk... Ik heb het nooit leuk gevonden. Het is een keer op een console uitgekomen wat geen flop was. Op elk console waar die op is uitgekomen is een flop geweest, op de Switch na. Ja, nee, precies. Daarom ook. Want op de GameCube... Ja, officieel is de GameCube een flop. Maar... Blijf maar wat te zeggen, maar officieel is de GameCube een flop. Beste console wat Nintendo ooit gemaakt heeft met de beste dat games. 100% mee eens. Hoe kunnen ze de GameCube een flop vinden? Nou, omdat hij maar 13 miljoen keer verkocht is. Wereldwijd. Ja. Terwijl voor mijn gevoel had iedereen zo'n ding vroeger. Ja, dat dus. Ja. En dit nog steeds de twee beste Mario voetbalgames. Ja, maar dat niet alleen. Ja, één. Huh? Eén. De andere was op de Wii, ja. Het had de beste Mario game. Het had de beste Mario game of all time. Precies, Sunshine. Sunshine. Oh, ik dacht Double Dash. Het heeft de twee beste Zelda games ooit gemaakt. Zowel Wind Waker als Twilight Princess. Ja, ik vind het fantastisch. Wat een console. Wat ook echt twee verschillende Zelda games zijn, hè? Ja, maar heel veel mensen blijven het grappig vinden dat heel veel mensen niet weten dat hij op de GameCube is uitgekomen. Twilight Princess. Mm-hmm. Ik weet, toevallig wist ik dat dan weer wel, maar... Ja, Ik heb hem gewoon een tijd geleden gekocht omdat ik hem in mijn collectie wilde hebben. De GameCube versie. Okay. Milan, wat is het verschil tussen Twilight Princess voor de GameCube en Twilight Princess voor de Wii? Die voor de Wii is met een remote en dat je dan kan bewegen en anders met een controller. Er is nog meer. Er is nog meer. Oh ja, het is een spiegelbeeld. Ja, precies. Een spiegelbeeld. Ja. Ja, dat wist ik wel. Ja, ik hoop trouwens nu dat ze niet meer gaan porten naar Switch. Ik mag toch hopen tot het volgende console, tot het volgende console geport wordt. Want ik hoorde Jeff Grubb praten, er komt dit jaar nog iets met Zelda uit, wat niet Tears of the Kingdom related is. Net zoals dat Metroid Prime 2 remaster ook komt. Geen idee, we zullen wel zien. Oké, ik zit op schedule, dan gaan we eens even kijken. Als het een beetje een Wii U Switch verhaal wordt, dat ze nog een paar dingen op de Switch doen en een paar dingen op de Switch 2. Nou, oké, okay, dat is sowieso een Switch. Ik heb 8 van die badges. Lekker. Dat is heel erg mooi. Nu heb je zometeen nog een bal van de Master en dan kan je naar de Victoria Road. Ja, de kutste road van de Victoria die er is.
Ik kan nu een shiny stone gaan laten. Ik ga nu de shiny stone ergens proberen te fixen. Maar ik zit met een dilemma. Nou. Dat is, hoe heet het, laten evolueren nu, Floet. Ja. Maar dan dat ik geen moves meer of iets heb. Zal ik even kijken voor je? Want hij leert geen moves meer. Als hij zijn final evolution heeft. Floor just. Ja, level 46 leert hij Moonblast. Moonblast. En Moonblast is toch wel een lekkere move. Ja, oké, dan kan ik nog zeggen, weet je wat, we wachten. We wachten. We wachten. We wachten. Oh lol, als je misschien dus ziet, dan skip je trainers. Hou je vuile bek dicht, dankjewel. Het blijft grappig. We hebben dus niks meer gehoord van die serie nadat het eigenlijk aangekondigd is. Ja, maar het duurt nog wel even voordat dat een beetje in beweging komt. Nou ja. Ik vergelijk het ook even met de One Piece serie. Daar was ook zo van, ja, One Piece komt op Netflix. Hoor je in de periode niks van. En binnen 2 weken heb je 2 trailers. Ja, maar die serie kost mokers veel om te maken, las ik. Oh, zeker. Iets van een paar honderd miljoen per aflevering of zo? Of wat, begreep ik dat goed? Ik heb geen idee voor de kosten, maar ik weet wel, Oda zit er goed op. God, ik moet voor de 724ste keer tegen Charon vechten. Gezellig. Superpower leren op Azumarill of niet? Nee, hè? Nee. Ik zou het niet doen, nee. Nee, is 5 pp. Attack en defense gaan naar beneden. Mm. Nee, maar dit is not de moeite waard. Oda heeft letterlijk tegen de makers van Netflix gezegd, dit is niet goed, doe het maar opnieuw. Ja, dat is toch goud? Dus ja. Dus tenminste, maken die ermee, ja, kom. Ik bedoel, ik weet niet of je die Avatar-serie hebt gezien die eraan gaat komen. Oh, nou, is dat ziet eruit. Is het daadwerkelijk beeld of is het nog steeds die stomme teaser van de 4 elementen? Nee, er is nu beeld opgedoken. Het lijkt heel erg op die film, die geflopte film. Vind je het gek dat die makers, die originele makers eruit zijn gestapt? Ja, Vorige week of zo is er een trailer of zo naar buiten gekomen. Of teaser-achtig ding. Komt ook een After Game uit. Ziet eruit alsof het een PlayStation 2 game is. Ja, dat zei ik ook al. Ik zei van, het lijkt net op een DS game, zei ik. Maar echt. Nando was het niet meer mee eens. Oh. Ja, wat heb jij nu gedaan met Grand eigenlijk? Wat? Met Grand Colosseum. Omdat je nog niks. Nee, maar je zei ook al dat een paar afleveringen daarvan niet goed waren gegaan vanwege je mic. Ja, dat klopt, maar ik heb er nog niks mee gedaan. Ja, oké. Okay. Is het echt veel anders? Ja, op zich. Je hebt gewoon andere Pokémon die je kan vangen en het is wat moeilijker. Mm-hmm. Heel veel first stage is second stage geworden, zeg maar. Oké. Ik ben blij dat ik Nando heb om me te begeleiden door die game. Colosseum. Ja. Random. Ja. Of normaal? Grand Colosseum. Ja, maar rando of normale? Nee, maar Grand Colosseum is een romhack, hè? Oh! Oké, ik wist niet dat er nog een andere was. Ik heb wel Pokémon X Gale of Darkness, of Pokémon XR Gale of Darkness. Dat is van dezelfde makers. Ja, ah, en die hebben ze ook een Colosseum game. Ja. Nice. Is het wat? Ik vind het wel leuk. Ik heb altijd een beetje haat-liefde verhouding met Colosseum. Als in Colosseum haat jou en jij houdt van Colosseum? Nee. Jij haat Colosseum, maar Colosseum houdt van jou. Dat is mogelijk, maar dat bedoelde ik niet. Nee, wow. Ik vind Colosseum op zich een leuke game, maar die game is zo waanzinnig traag. Ja, hij is trager dan Diamond and Pearl, maar hij is veel leuker dan Diamond and Pearl. Hij is wel leuker. Alleen, wat ik ook een beetje tegen Colosseum heb, is dat als je hem 1 keer hebt gespeeld, dan is het wel... Dan weet je het wel, zeg maar, want alles is hetzelfde elke keer.
Je kan geen nieuwe Pokémon vangen, zeg maar. Nee, op die manier. Want 100% is leuk. Ja, dat geloof ik wel. Dat dat wel leuk is. Ik denk dat hetzelfde effect op mij. Doketik. Wacht, wat? Je krijgt een Ho-Oh als je op 100%. Nee, dat is maar een battle. 100%. Dan moet je ook nog een team eraan migraten. Oké. Okay. Ho-Oh was tedious en dat heb ik nooit gedaan, want ik vond het te veel gezeik. Om dat te regelen. Plus, je bent echt fucked als het niet goed gaat. Sorry. Jezus. Hé, quickballs, eindelijk. Nee, ik wil verkopen. Ik weet niet of ik wat heb om te verkopen, maar ik wil verkopen. Ja, ik ga mijn Shiny Stone verkopen. Ben je wel lekker. verkopen die handel. Dat mag niet. Dan kom je niet in de verleiding, dat klopt. Ah, ik kan mijn X-Orbs niet verkopen, verdomme. Proost. Echt, met deze game merk je pas hoe experience groups werken met die experience share. Ja, al zoomen we het ook in de fast groep, hè. Ja. Ach, jezus, weer een battle tegen mijn grote vriendin. Ja, nu sta ik alweer voor gym 4. Dat bedoel ik. Nou ja, gym 4, dan heb je de powerplant, gym 5, dan heb je route, gym 6. Ja. In de tijd dat je gym 1 en gym 2 hebt, kan je zowat gym 2, 3, 4 en 5 doen. Ja, ja, jullie roepen dat de hele tijd, maar voor mijn gevoel is het stuk tussen 1 en 2 ook niet zo gek lang, hoor. Jawel. Voor mijn gevoel is deze game korter dan Kanto, maar dat is meer mijn gevoel. Nee. Lichter. Nah, maar niet veel. Het is niet de langste game in de series. Nee, ik heb... geef even één tel. Volgens mij is Black and White de langste game. Zo voelt het in ieder geval. Nee. Dat is toch de langste game. Gen 4 is voor iedereen de langste game. Ja, maar dat komt wel niet fucking trager, als je zou versnellen. En daarna Usum. Usum is... Ja, maar Usum is het allertraagst. Even kijken. Ja. Hier heb ik hem. Mijn Kanto-run was 4 uur en 46 minuten. Mijn Kalos-run was 6 uur en 53 minuten. Lekker. Maar ja, als ik ook zo kijk, Kalos is naar Gen... Ja, Kalos en Hoenn zijn vergelijkbaar qua tijden. Ja. Yeah. En dan heb je Usum en met Usum ga je letterlijk... ga je niet vooruit. Ik leer letterlijk over 7 levels leer ik Player Waffle. Nu al zin in. Dat wordt lekker. 10% kans dat ik ook nog de attack set van de tegenstander verlaag. Prima move. Nou, bedankt voor deze enerverende battle. Nu keek ik weer godverdomme terug naar het Pokémon set te gaan op te gaan hier dan wat die kutpep aangevallen. Wat een gezeik. Ga eens weg. Kut. Lukt het niet met Sharon? Nou, ik was de eerste keer op floor door die Emboar, maar... de eerste keer kon ik mooi zigzaggen om iedereen heen. Alleen nu moet ik tegen iedereen vechten. Nou ja, ziet maar zo. Het is een mooie experience. Mm-hmm. Ook nog toxic. Zo, het zit niet mee, hè? Tering. Milan is niet zo van de toxic. Kaur Marine City Gym. Nou, 2 gyms in 1 aflevering binnenlopen. Mm-hmm. Ik heb wel slechtere episodes gehad. Ja, waarin het geen gym was. Ja, waarin ik gewoon heel gezellig maakte. Mm. Nou, laten we eens even kijken. Gras Pokémon Gym.
Simi Search. Hey, alalolo, momo, 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 momo. Alalolo, momo, 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 momo. De unofficial, not official evolution of Luftdisk. Ja. Oké, we zijn nu mee aan het kloten. Een gym battle. Ik ben net klaar met een trainertje verslagen. Maar oké. Ik ook weer een trainer verslagen nu. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat eens.